Hey mensen, super leuk om te kijken naar een gloednieuwe video van mij. Mijn is Ruben van Rumble Gaming en dit is even een andere video dan normaal. Zoals jullie zien zit ik hier in de Schiedam Discord server met het Leeuwarden logo. Jullie zullen vast denken, wat is er aan de hand? De mensen die de video van Arjen al hebben gezien, oftewel Just Arixin, dat is een andere YouTuber en die heeft er ook al een video van gemaakt. Die zullen het wel weten, de mensen die die video hebben gekeken, maar ik ga de video ook maken. Leeuwarden is in ieder geval veranderd naar Schiedam. We kunnen wel even naar de mededeling gaan. Dat staat hier, game overgenomen door Schiedam. Daarbij is Leeuwarden gestopt. Silent Sources, oftewel Wouter, is ermee gestopt. Je ziet het, hij heeft zijn rollen niet meer. Alleen member, Verifit en zijn VIP-rol. Zijn Discord server, dus de Discord server, deze server en de groepen blijven op zijn naam staan. Ik denk dat dat zo is omdat het de vorige keer fout ging en hij wil niet zijn Discord server kwijtraken. Want er zitten heel veel leden in en hij heeft er lang aan moeten werken. Nu zijn de nieuwe owners Snerky, oftewel Luca en Elmer, oftewel MC Bigga. Gelukkig ken ik ze allebei al, dus dat scheelt. Hier is een bericht waarbij ze vertelden van de overname van Leeuwarden. Daarbij zijn er wat dingen verteld van de stafleden. De stafleden van hun oude Discord server is weg. En hun stafleden zijn hierheen gekomen. Daarbij zijn onze stafleden, of tenminste de stafleden die eerst bij Leeuwarden zaten, waren eerst gedeemd naar moderator. Ik zie dat die nu weer een bepaalde rank hebben gekregen. Geen idee wie die zijn, maar ze zijn weer teruggerankt. Hieronder staat de content creator, Arjen in ieder geval. Dit zijn de game developers. En er was iets over de map. Ze weten nog niet zeker of ze hun eigen map gaan gebruiken of die van Leeuwarden. Wel willen ze wat spullen uit de Leeuwarden map halen om de gamekwaliteit te verhogen. Dat is tenminste wat ik heb meegekregen. Plus de ranks in de groepen worden gereset. Of ik het daar nou helemaal mee eens ben, weet ik niet. Aan de ene kant denk ik van iedereen die heeft trainingen gevolgd, alles. En één training duurt iets van 40 minuten. Dus als je dit dan 3 doet, dan ben je even kijken. Iets van 2 uur en 20 minuten of zo al bezig. Zoiets. Dus dat vind ik dan jammer dat je dan al je ranks kwijtraakt. Maar het is denk ik wel zodat iedereen gelijktijdig begint. Dus dat snap ik de ene kant ook wel. Plus het begint nu al wat beter te worden. Iedereen die is weer teruggerankt. Ze zitten nu allemaal kanalen in te delen. Zoals even kijken, wat was het? Dit kanaal wordt nu ingedeeld. Of dat is al ingedeeld. Dit kanaal snapte ik niet helemaal. Volgens mij is dit waar ze mee samenwerken. Of zoiets. Ja, zoiets in ieder geval. Dit is wel van Luca. Hij is hier management. Dat weet ik toevallig. Welke server dit is, ik heb geen flauw idee. En ze zeiden dat we vandaag trainingen konden volgen. Dat snapte ik niet helemaal, want ik ga even erheen. Dit is de game. En blijkbaar is die gesloten. Ik weet niet waarom. Ik zit gewoon in de gemeente en in de politiegroep. Want ik ben gisteren gewoon de game ingegaan. Maar dat snap ik niet helemaal. Maar in ieder geval, Leeuwarden is dus Schiedam geworden. We hebben nieuwe eigenaren. De vorige eigenaar, Justin, wie kent hem niet van 5R, daar ging het helemaal fout bij. Dat ging gewoon helemaal fout. Mensen waren het er niet mee eens, etc. En uiteindelijk 2-3 uur later of zo kwam Wouter aan. Die heeft het weer teruggekocht voor minder geld. Dus Wouter heeft er eigenlijk gewoon een dikke winst op gepakt. Hoe het nu is gegaan met de betaling, ik ga geen uitspraken doen. Ik heb wat gehoord van verschillende mensen, maar ik ga er geen uitspraken over doen voordat ik ga roddelen wat niet klopt. Dus ik ga geen uitspraken erover doen. Wel ga ik zeker de game spelen. Ik raad jullie aan zeker de game te joinen. Ik zal het link in de beschrijving zetten. Ik zal er ook zijn voor de mensen die deze video zien en die denken dat ik nep ben in de Discord server. Ik zal even wat typen. Hallo. Zeg eens hallo tegen de video. Hallo. Dus even kijken of mensen hallo gaan zeggen. Voor de mensen die denken dat ik nep ben. Dit ben ik. Dit ben ik echt. Dus denk niet van, dat is de neppe Ruben of zo, want er lopen wat accounts rond op mijn Discord. Die proberen mij na te doen, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dit ben ik dus. En ik ga zeker de video de game spelen. Wanneer ik de game voor het eerst ga livestreamen, ik heb geen idee. De game gaat, naar mijn weet, ongeveer open rond 3 januari, werd mij verteld. Of dat zeker is, ik heb geen idee. We gaan het meemaken. Voor nu blijf ik gewoon lekker in de Discord server.
Ik raad jullie aan om zeker te joinen. Ik ben gewoon nu ongeveer sowieso nog even aanwezig. Want ik neem deze video op en dan zet ik hem meteen online. Dus nu ben ik sowieso nog even aanwezig. Meer heb ik niet te zeggen. Wel wens ik jullie nog hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. En ja, bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer voor meer en dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Laters.